die was echt super gaaf. Hij vertrok heel mooi de wolken in. Welkom hier in Apeldoorn. Toen heel in het begin dat ik net was begonnen met vliegtuigspotten, toen fotografeerde ik daar ook nog bij. Maar ik ben al heel snel overgestapt op het filmen. Ik leg dan de complete beleving vast. Het geluid van de motoren, dat vind ik geweldig, dat vind ik altijd heerlijk. En zodoende ben ik dus overgestapt op puur het filmen. Nou, dit is dan mijn productiekamer, waar ik dus al mijn beelden monteer. Ik heb hier verschillende computers staan. Ik zal hier één shot laten zien van de welbekende Martinair. Waar de vleugels helemaal vol trekken met de vortex, de zon die erin verschijnt. En ik denk, hey, er is geen één kist die zulke mooie vortexes kan veroorzaken als de MD-11. Een vortex, dat is de condensatie van de lucht die over de vleugels heen trekt. Dus vanuit die hele strepen die je ziet, de vleugels die helemaal vol trekt. De hoogste tijd. Dan gaan we mooi wat shots maken. Ralf, Schiphol is niet echt om de hoek voor jou, hè? Nee, klopt. Ik ben inderdaad wel even onderweg. Maar het grote voordeel van mij is dat ik altijd 's morgens vroeg al ga filmen. En dan zit ik ongeveer 4 uur, 5 uur zit ik al in de auto om lekker bijtijds bij de baan te zijn. En dan kan ik toch snel doorrijden. We zijn nu aangekomen bij de polderbaan, Schiphol Airport. Noemen ze het ook wel Runway 36 left voor het starten. Maar als we vanaf de andere kant aankomen met landen, is het 18 rechts. Op dit moment komt er weer een 747 aan. Dat is natuurlijk altijd een mooie kist om te filmen. En op dit moment is de bewolking ook wat lager. Dus er is wel kans dat hij nog mooi wat vortexen trekt de lucht in. In mijn film, je bent met meedraaien, pannen en tilten bezig. Je beweging moet smooth zijn. Dus je bent continu ben je bezig. Er is er eentje waar ik echt hartkloppingen altijd van krijg als ik hem op final zie hangen. Dat is gewoon de MD-11 van KLM. Dat is een van de mooiste kisten die er ooit gemaakt is. Die gigantisch grote staartmotor. En ja, hij maakt zo fantastisch geluid. Dus iedere keer is dat weer genieten als hij voorbij komt. Ja, dat is echt genieten. Helaas gaan de MD-11's van de KLM naar het eind van het jaar zijn ze allemaal eruit. Dan worden ze uitgefaseerd. Dus dat is voor ons ook iets om ze nog zoveel mogelijk zien te pakken voordat ze helemaal weg zijn. We hebben ook mooie shots gehad. Dan gaan we gauw naar huis toe, de beelden terugkijken en dan kunnen we beginnen met monteren.